vogel geeft je vleugels. Als ik de job die ik normaal doe niet zou kunnen doen, dan moet ik op zoek naar een nieuwe job. En daarom gaan we in Jamie's Job Hunt seizoen 2 op zoek naar nog meer jobs. En dat ook vandaag opnieuw niet alleen, maar met Fabian. Ik hoop gewoon dat we niet te hard moeten werken met dit weer. You know the drill. I know the drill. Je hebt het over. Ik weet het niet. Kun je een armbandje of zo? ASMR. Zo, ja, kijk eens. Ah. Ah, dat is voor je gsm in te steken. Het moet aan iets, aan onze arm, aan ons been, dit is aan onze niet riem. Aan, dit is niet voor aan, dat is eerder voor aan een auto of aan een stuur. Of aan... Auto, taxi. Zitten we in de richting dat we mensen moeten vervoeren? Iets moeten vervoeren? Eén rondvoeren. Deliveroo. Deliveroo of zo, ja. Ik denk dat dat heel zwaar is dan dat weer. Ja, ik denk dat eigenlijk ook wel dat afzien is. Outfit change. 3, 2, 1. Het vliegt tot in mijn neus, omhoog mijn kort. Zie je niet meer terug dan? Ik heb een app gedownload van Deliveroo. Ja. We zullen het zien, hè. Zijn we er klaar voor, Jamie? Ik heb 6. Ja, maar als een bestelling aan madame... Dus je kiest zelf elk hoeveel bestellingen dat je doet? Ah, ja. Dus dat je geen zin hebt? Dus we moeten niet alles aannemen, bijvoorbeeld. Ja, het is toch aan het laan. Kom maar naar de velo. Ja. Daar, hè. Waar staan ze fiets? Wat? Oké. Okay. Maak maar die. Ik maar ja, die. Hey, dat is niet eerlijk dat jij dit mocht en dat ik me zoiets moet, hè. Doe of niet ik gewoon... ga erin, ik ga erin. Ja, doe niet gewoon samen. Hey, fiets. Je bent te ver van het centrum van de zone om online te gaan. Ja, oké, okay, naar links of waar? Jij zegt twee, hè. Ik ga fucking sterven. Waarom ben ik het nu pas beseffen? Ik ga ook schakelen. Ik ga dood, ik ga dood. Ja, ik vertrek, hè. Holy, links, links. Link. Oh, fietser. Linkerbaan. Oh, het zat er bijna tegen. Het is wel een bakfiets, hè. Ja, we zijn weer terug, hè. Net op voor dat kindje, hè. Haha, fucking snel. Nee. Vertraag, vertraag, please, vertraag. Op zoek naar bestellingen. Oh. De real deal is on. Niet zo snel. Dat is wel een leuke job. Op zoek naar bestellingen. Come on, people. Order some food. Ik vind het echt... Oh, my. Nee. Oh, ja. Nee. Accepteer. We hebben niets. Accepteer. Frituur Belgium. Korte straat. Hier, 15 meter. Recht hoor gewoon. Vlug, 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 voordat het iemand afpakt. Ah, maar jij moet toch echt accepteren? Ik heb het geaccepteerd. Ah, daar, Frituur Belgium. Hier, ik ben er. Nu kun je dat zeggen. Man, ik ben hiervoor gemaakt voor deze job. Oh. Jij hebt het, hè? Ja. Fabian, we zijn je zak vergeten. Ah ja. Kijk, jij gaat weer niks doen, hè, heel de dag. Zie dat niet? Dat is toch niet serieus? Ja, op zich is dat wel echt nog gemakkelijk, hè? Sorry, want... Als je zo eens, weet ik, een half uur of een uur niks te doen hebt, kun je gewoon een app overdoen en zien of je ergens iets kunt leveren. Dat is niet slecht, hè? Zeker Jamie niet, die moet helemaal niks doen. Wij verdienen nu 4,5 euro met dit af te leveren. Dus afhankelijk van hoe ver dat is, dit was nu vlakbij voor ons, dus dat heeft niet lang geduurd. Als je zo een paar achter elkaar doet, kun je al wel wat geld verdienen, hè? Alsjeblieft. Dankjewel. Dag. Jamie, eerste bestelling. Oh my god. Moet we daar een fietsje van nemen? Oh, dat ligt goed. Oké, maar ik weet wel niet naar waar we moeten nu. Hij is 3 kilometer om te bezorgen. Ik denk dat we terug naar de andere kant moeten. Nee, we gaan door naar links. Nee. Terug en dan naar rechts. Maar ja, we gaan hier niet draaien. Jawel. Oh my god. Hij heeft een bak van voor. Je gaat drukken. Wat ben je die madame mee? Oké, okay, ready? Go. Gewoon naar daar. Ja, daardoor. Ja. Hier, dat is een vriend. Kom, hand opsteken. Hey. Zijn jullie stil? Libero. Ja, we zijn er, hè. Weet jij welke nummer dat is? Nee. 17. Het is een contactloze bezorging. Dus we moeten het gewoon neerzetten. Jori, je hebt besteld? Ja, hallo. Alsjeblieft. De volgende. Tjus. Ja, amusement. We zijn weg, hè. Ik ben bang. Ja, goed. We gaan even wandelen op een bestelling, zeker? Eerst we zijn er al op, cirkels. Nice, hè? Het was wel leuk, die eerste. Maar ik vind met die backfietserij echt leuk. Even wat. Oh ja. Accepteren. Over 90 meter. Kun je dat wel zijn? Ja, ik ga gewoon Google Maps gaan ernaartoe starten. Ja, naar rechts. Hier, Kasper, Kasper, Kasper. Stop, het is hier. Hoezo, stop? Stop hier, het is Kasper. Ja, dan ga jij het maar halen. Ik ben net al geweest. Veel plezier op school. Hebben we de Deliveroo? Ja, dat is langs de kant. Het is daar. Het is voor een bestelling. Hebben we het al? Ja, denk je dat je zo staan moest het al hebben? Nee, dan zou je dat aan het opeten zijn. Merci.
We hebben het. Oeh, het is heel ver. Echt? Het is 7 minuten fietsen. Allee, go. Ja, u eten. Ja, dat is uw job, hè. Ja, wacht, hè. Ik kan dat niet pakken, hè. Wat? Dat moet recht blijven. Teamwork. Makes the dream work. Oeh. Oei. Oh, ik was vergeten dat dat zo snel ging. Let op voor die meneer. Hier verdienen wij evenveel mee als iemand daarnet, hè. Hier in de rechts. Welke nummer? Nummer 3. Oeh, geregeld, hè. Oeh, joh. Ja, dat was echt gevaarlijk. Hey. Dat was wel ver, hè, van het centrum. We hadden de chance dat we een elektrische hadden. Makkelijk. Beoordeel deze bestelling goed. Hé, hey, Fabian. Zeg de volgende keer als je gaat instaan. Jongen, met dat ding. Ja, ik was het echt voorheen. Ik ben moe en ik doe zelf niks. Hij kijkt daar niet rond, hè. Jij ziet ook niet of ik kijk. Nee, het is hier niet. Stommerik. Het is de volgende. Fabian! Dat heeft fucking veel zin. Mijn siliconen zijn in mijn buik, denk ik. Dat was fucking hard. Ik heb wel respect, hè. Ik wil niks zijn, maar voor mij is het even lastig als voor jou. Ik vang alle pon. Je hebt die van mij tegen, of wat? Ja. Zoveel wacht, nee. Maar nu is het ook niet een druk moment, staat erop. Stel op dat het matig is. Hey. Hallo. Het is niet druk, hè. Dan hoop ik dat wij eerst zijn met de nieuwe bestelling. Merci, stelletjes, hè. We staan wel al even, hè. Ja, dat is waar. Ik stel voor, al binnen 5 minuten niet nog een nieuwe order krijgen, dat we het werk gaan overleggen aan de rest. Hey, maar voelt je ondertussen al veilig in een backfiets, ja toch? Als we stilstaan wel, chance dat we verzekerd zijn. Ding, ja, we zijn verzekerd, kan ik ook zo zeggen. Er schijnt zelfs tot een uur nadat je hebt gewerkt. Dat is toch nice? Ik vind het best aan de Deliveroo dat je gewoon geen vast moment hebt, dat je gewoon zelf kiest. Ah, wel, ik was het er net ook aan het denken. Ik bestel ook echt veel voor te leveren, dus ik heb echt respect dat die mensen dat hele dag doen. En zeer rastreend. Want sorry dat ik het zeg, maar ik zou het echt niet kunnen. Ja, dat is waar. Goed. Ik stel voor dat we afronden, maar ik wil wel weten hoeveel we dat verdiend hebben. Inkomen. €8,98 met 2 bezorgingen. Kijk, hij mocht die €8,98 hebben van mij. Ja, ik heb ook al het werk gedaan, dus ik vind dat volledig terecht. Dat is tof, hè? Ik heb me geamuseerd. Ik heb wel veel stress gehad. Met u, ik stink dat de zweet. Met u een beetje te laten... Oh ja, hem zeggen dat schrik te laten hebben. Zet je mij af van mijn auto? Tot de volgende! Bye!